Yo, Nintendo fans! Op dag 13 in Pikmin 3 Deluxe heb ik twee problemen. De eerste is dat mijn eten nog steeds gestolen is. En de tweede is dat ik zie dat er nog steeds 70% van de mensen die naar mijn video's kijken niet geabonneerd is. Deze staat er niet voor niks, hè, jongens? Druk op die abonneerknop. En 3, je kan niet gamen. Heb je jouw handen gezien? Hoe ga je met dit gamen? Anyway, in de vorige aflevering zijn we blauwe Pikmin tegengekomen. En ik denk dat ik die nodig heb. Dus die neem ik even het meeste mee. Ik neem dan 20 van die vliegende mee. Ik neem 10 van die gele mee. En de rest vul ik aan met rood en donker. Zo, hoppakee. Hallo, gezellig. Leuk dat jullie erbij zijn. We gaan op zoek naar ons eten. Naar onze fruitsappies. Want die ene gozer, die heeft het gewoon allemaal gestolen, jongen. Kijk, we waren hier bezig om hier een soort van dingetje te bouwen dat we naar de overkant toe konden met z'n allen. Dus ik neem even de blauwe en de roze mee, want ik denk dat ik die nodig heb. Oh, Brittany komt ook gezellig mee. Oké, Brittany, kom maar gezellig mee. En we moeten denk ik deze kant op, want ja, ik loop hier gewoon gelijk langs. Ik ga niet eens met jou battelen, vriend. Dat gaan we niet eens doen. Komen jullie? Er is er eentje achtergebleven. Kom nou! Oké, één blauwe is dood. Ja, die deed ook wel heel erg noob hoor, jongens. Jongen. Oké, we gaan in ieder geval dit dingetje bouwen. En ja, dan moeten we even hier doorheen, jongens. Kom, we gaan gewoon hier doorheen. Kom maar. Deze kant allemaal. Hallo? Jongens, waarom lopen jullie nou om? Ja, moet ik nou alles weer opnieuw gaan pakken? Ach. Ja, neem het allemaal maar mee. Heel goed. En nou even langs de goede kant, alsjeblieft. Het is toch veel sneller, jongens. Als we via deze kant gaan. In plaats van dat jullie helemaal om gaan lopen. Oké, lekker gedaan, jongens. Kom maar weer mee. Ja, komt u maar. Ja, toppie. Kijk, zij zijn met z'n allen onderweg. Om dit dingetje te bouwen hier zo. Ja, mooi kommetje wel. Ja, helemaal top. En is die af? Kijk, hij is helemaal mooi af. Kijk, en dat betekent dat we gewoon met z'n allen lekker deze kant op kunnen. Woehoe! Nou, dit duurt wel even. Ik moet even 99 Pikmin naar de overkant gooien. Oh, crap, jongens. Zien jullie die krab daar zo? Die gaat ons sowieso proberen aan te vallen. Ja, kom dan. Kom dan. Ik pak jou, hè. Met z'n allen. We pakken jou aan, jongen. Hallo? Waarom valt niemand je aan? Hallo? Pak hem. Pak die krab, jongen. Als we dit gewoon even met z'n allen doen, dan is er geen probleem. Maak die krab kapot. Wat zijn we nou aan het doen? Serieus. Wat zijn we nou aan het doen met z'n allen? Maak hem kapot. Hallo, jongens. Wat is het probleem precies? Ik ben 10 Pikmin kwijtgeraakt door deze stomme krab. En jongens, jullie kunnen dit fruit nog niet wegbrengen, want de brug is nog niet af. Oh, dit geloof je toch niet, jongens. Dit is weer een brief van Olimar. En hij zegt, als je 20 Pikmin van dezelfde soort bij je hebt, dan gaan ze een liedje zingen. En hij probeerde mee te zingen, maar de Pikmin stelde dat niet op prijs of zo. Anyways, we kunnen nu de brug afbouwen. Tenminste, dat hoop ik, dat we nu de brug kunnen afbouwen. Nee, nog niet helemaal. En dan denk ik dat we nog even een stukje door moeten lopen. En dan denk ik dat we hier een gigantische boss battle gaan krijgen. Dat moet wel. En dit is gevaarlijk. Er liggen hier allemaal plassen. Dit is de Quaggled Meyerklops. We moeten zijn kristal in ieder geval kapot maken. Nou, ik ben blij dat ik toch wat donkere Pikmin heb meegenomen. Eens even kijken, wat zegt dit dingetje? We moeten hem uit balans brengen en we moeten hem omver gooien. Oké, en die daar, die is moeilijker te pakken. Dit moet ik even doen met mijn blauwe Pikmin, want anders verdrinkt iedereen. Oh, dit is een brief van Olimar. En die zegt dat hij zijn schip haat. Oké. Nou, we moeten dit kristal dus eerst kapot zien te maken. Maak het kapot, sloop het. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Wat komt hieruit? Het is een gigantische plant zo te zien. Met een gigantisch oog erbij. Oké. Wow, oké. Oh, dat hele ding is iets. Het is een gigantische modderkrab of zo. Pak zijn benen. Ik denk dat we één zo'n been moeten pakken. Kijk, ja, zie je? Kijk, dit gaat helemaal goed. Kom maar allemaal weer terug. Kom maar allemaal weer terug. Laat je niet kapot maken. Laat je niet slopen. Heel goed. Oké, wacht. Kom maar weer allemaal even terug. Kom op, maak zijn poot kapot. Maak zijn poot kapot. Net zo lang tot hij helemaal gek wordt. Kijk. Hij heeft aardbeivoeten, jongens. Pak die aardbeivoet. Ja, top. En door. Oké, nu wordt hij gek. Kijk, nu kunnen we aanvallen. Let's go. Aanvallen. En dan moeten de donkere Pikmin moeten deze kapot gaan maken. Misschien kunnen andere Pikmin ook helpen, maar ik denk dat de donkere Pikmin dit vooral moeten doen. Brittany zegt, wat is dit? Oh, nee. Oh. Hoeveel Pikmin zijn er nu gewoon kapot? Knijt te veel. Ik heb nog maar 66 Pikmin over.
In één keer 24 Pikmin kapot. In één likkie. Oké, kom op, blauwe Pikmin. Breng hem uit balans. Oh nee, hij stampt ze ook kapot natuurlijk. Breng hem uit balans. Breng hem uit balans, jongens. Let's go. Heel goed, blauwe Pikmin. Lekker bezig, lekker bezig. Ga door, ga door. Ga door. Ja, heel goed. Oké, dit is weer onze kans. Maar ik ben zo bang, hè. Dat hij straks gewoon weer al mijn Pikmin gewoon kapot gaat maken. Kijk. We moeten weg, we moeten weg. We moeten weg, we moeten weg. Sneller, sneller. Oh, hij heeft er weer een hele hoop gepakt. Kunnen we nog aanvallen? We kunnen nog aanvallen. Lekker. Oké, we moeten weg, we moeten weg, we moeten weg. Hij gaat er iets doen. We moeten weg. Kom maar. Hoeveel zijn we nog over? 46. 46. Echt maar zo weinig. Nee, deze gast, joh. Deze baas. Deze baas maakt al mijn Pikmin helemaal kapot. Oké, blauwe Pikmin, jullie moeten die poten kapot maken, ja? Lekker. Goed bezig. Pak die poot aan. Maak hem gek. Ja. We kunnen weer. Oh, maar ik ben zo bang, hè. Dat hij straks weer allemaal Pikmin gaat pakken. Nee, we moeten weg. We moeten denk ik weg. Ja, heel goed. Heel goed. Lekker. Kijk, zo moet dit. We hebben dit ontweken. Heel goed. Heel goed. En nu doorgaan. Kom op, jongens. Met z'n allen. Ik wil vooral mijn rode Pikmin laten vechten. Dat zijn mijn vechtersbazen. Ik denk dat hij... Ja, hij gaat ons er weer afgooien. Lekker, nu kunnen we gaan. Maar we moeten wel even rustig aan doen. Kijk. We moeten even wegrennen nu. Want dan komt die gekke tong weer. Ja, oké. Ja, hebben we hem? We hebben hem, hè? Oh, wat een gekke baas, jongen. Deze was best wel moeilijk, hoor, jongens. Deze was echt moeilijk. We hebben iets gevonden. Ja, we hebben hem gevonden. Ja, nou kun je weer doen alsof je slaapt. Eigenlijk moeten we hem nu gewoon achterlaten, hè. Brittany zegt ook, dat is kapitein Olimar. De dief van ons eten. Beter heeft hij nog wat sap over. En dat lijkt op een spaceship, op een ruimteschip. Vertel me niet dat hij gewoon in zijn eigen spaceship gewoon lekker weg wilde. Vriend, omdat jij ons sap hebt gestolen, zijn nu meer dan 50 Pikmin dood, hè. Dit komt door jou. We hebben antwoorden nodig, zegt Brittany. Moeten hem terug meenemen naar de Drake. Ja, dat lijkt me op zich goed. Het is wel echt een Billy Bob, jongen. Ik ben boos op hem, hoor. Serieus, ik ben serieus boos op hem. Ik heb waarschijnlijk niet genoeg Pikmin om al dit fruit mee te nemen. Denk ik. En sowieso, volgens mij had ik de brug nog helemaal niet afgebouwd. Dus we kunnen nu dit fruit wel allemaal mee terugnemen. Maar eerst moet die brug nog gemaakt worden, volgens mij. Kijk maar, deze brug is nog helemaal niet klaar. Even... kijken, want die moet hier ergens liggen. Wacht, ik heb hier nog iets. Misschien liggen er hier nog wat stukjes in of zo. Graven, jongens, graven. Ja, je moet wel wat in liggen, toch? Ja, kijk. Misschien kan jij nog even wat Pikmin die kant op sturen dan. Dus om mee te helpen sjouwen, vriend. Op het moment dat we dan straks die brug hebben gebouwd... dan heb ik nog even wat extra Pikmin die kunnen helpen met sjouwen. Misschien kunnen we dan alle spullen nog heen en weer brengen. Kijk, dan staat hij alvast hier klaar in ieder geval. Switchen we weer even naar Brittany. Jongens, kom maar. We gaan eerst even de brug bouwen. Go, brug. Gebouwen. Hey. Ja hoor, lekker bezig. Zo zie je maar dat je ieder kuiltje gewoon uit moet pluizen. Even kijken hoor, we kunnen met z'n allen deze ook wel meenemen. Hey, ja, jullie zijn met genoeg, denk ik. Dan kunnen jullie nu eventjes helpen om dit allemaal mee naar huis te gaan brengen. Hey, lekker hoor. Ja, en dan kan Elf ook even helpen. Zo, hoppakee. Gooi er maar wat Pikmin tegenaan. Lekker. Dan moeten we hem nog mee naar huis brengen. Oh, we kunnen even wat blauwe Pikmin verzamelen die even dit naar huis gaan brengen. Dan kan het er nog een paar daar helpen. Zo, hoppakee. Hoppa. Oh, kijk, en hier ligt ook nog een dode krab die we nog mee kunnen nemen. Ja, en dan is de dag bijna weer voorbij. En dan hebben we dat toch best wel goed gedaan. Terwijl ons ruimteschipje weer begint te praten tegen ons. Hallo, Drakey. Ja, heb je het weer over deze gozer? Dit is weer diezelfde gozer, jongen, als gisteren. Of eergisteren. Dit is de dief van ons eten. We gaan er niet weer in trappen in zijn trucje. Dat hij zogenaamd aan het slapen is of zo. Hij had onze 22 sappies meegenomen. En ons speelgoed van de kapitein. Ze denken nog steeds dat het Olimar is. Is natuurlijk niet Olimar. We're almost home. Almost home. En volgens mij zijn we helemaal compleet hier, of niet? Kijk, we zijn helemaal compleet. We kunnen de dag gaan afronden. En dan ben ik heel benieuwd wat die gozer te zeggen heeft. Ik hoop echt zo dat we niet weer in zijn trucje gaan trappen. Hij is niet aan het slapen, jongens. Hij belazert ons. We hebben wel twee nieuwe fruitjes. Volgens mij hebben we een avocado. Oh, een scaly custard? Oké.
Klinkt goed. En een Wayward Moon. En die brengt lekkere sappies, jongen. Oh, gewoon 3 volle sappies. En daarmee hebben we 20 fruitsoorten gefixt. Kijk eens hoeveel fruitdrankjes we hebben, jongen. Oh, we hebben alles weer terug van de dief. Gelukkig had hij alles nog bij zich en niet alles opgedronken. Ja, tijdens die boss battle zijn er wel wat pikminnetjes doodgegaan. Vooral de blauwe pikmin, die hebben het zwaar te verduren gehad. Want die moesten die battle leiden. Ja, elf. Schrijf het maar even op. We hebben de dief gevangen. We hebben ons gestolen eten terug. Maar waarom heeft hij dit gedaan? En wat was dat andere kapotte spaceship die we hebben gezien? Die vragen krijgen we waarschijnlijk beantwoord in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. 70% van jullie is niet geabonneerd. Kom op, dat kan beter. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickatune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!